Heb jij dit allemaal geschreven? Ja, een flink huis gehouden daar hoor, in Indië. Maar een pak papier? Ja, weet je dat niet meer? Dat hij avond en avond zat te tikken. Hij zei altijd dat het over zijn jeugd ging. De oorlog was zijn jeugd. Ik was de enige van mijn familie die in het verzet ging. Eerst tegen de Japper en daarna tegen mijn eigen mensen. In Brabant hadden wij het ook niet zo makkelijk hoor, met die moffen. Het dagboek staat vol met de gruwelijkste dingen over de oorlog. Ik vluchtte in de hoop een beter bestaan te vinden. Het resultaat? Een familie die van ellende uit elkaar valt. Stank voor dank. Het was heel vervelend wanneer de gymnastiekleraar vroeg hoe ik aan die rode striem op mijn rug kwam. Begrijp je nou nog niet, pa? Er was helemaal geen warm nest te vinden onder die vleugels van jou. Het begon allemaal met een groot feest voor mijn verjaardag. Alles erop en eraan. Aan zee, voeten in het zand, al onze vrienden en vriendinnen uitgenodigd. Geweldig! Er is er een jarig, hoera, hoera, dat kun je wel zien, dat wij zijn. Super feestje, Freddy. Het oude clubje bij elkaar. Heel mooi, heel mooi. Alleen liep het anders. Heel anders. Oh mijn god, wat heb ik gedaan? Freddy! Wat is dat? Wel 1 en 2! Maak een plek op de grond! Al het goede en het minder goede kwam bij ons naar boven. Het leek wel een cocktail. Zoet en zuur door elkaar, bitter en zout tegelijk. Maar we moesten door. Onvoorwaardelijke vriendschap. Is dit de beste plek? Mij lijkt van wel. Maar kunnen we het niet beter daar? Waarom? Nou ja, het gaat nooit lukken zonder te spatten. Wilt u een kopje thee? Ik wil dat graag zo snel mogelijk afronden. Maar we kunnen toch wel even praten? Daar komt meestal niet veel goeds van. Doet u dit vaker? 3 keer per week. Gaan we dit echt doen? Ja, we zouden ons eigen lot bepalen. Dat hebben we toch afgesproken? Nou, dat is wel een apparaat. Ja, daar kunnen 5 kogels in. En dat is wel handig als het niet meteen goed gaat. Ik moest dus een man wurgen, komt zijn vrouw binnen, biedt mij 500 euro als ik het karwei af zou maken. Ja, dat zijn leuke dingen. Boris was de hond die we samen hadden. Het bewijs van onze liefde. We spraken af dat als die dood zou gaan, we hem samen zouden begraven. En nu is die dood. Dus begraven we hem. Begraven we onze liefde. Wil je wraak? Wraak voor wat? Dat ik niet in je schema wilde. Ik niet met jou. Ik heb geen schema. Ik leef niet volgens dienstregeling. Ik begrijp het niet. Ik begrijp het niet. En ik wil niet weten wat jij van mijn leven vindt. Dat recht heb je verspeeld door bij me weg te gaan. Ach shit. Ik wilde bij je blijven. Maar ik wilde niet alleen bij je blijven. Ik wilde niet dat we samen alleen blijven. Ik ga zwaardvis voor je maken. Grillen? Kort. Kort? Ja, kort. Ja. Het wordt een heel leuk stuk. We blijven praten. Ik heb er altijd voor gewaakt om tegen Tonio iets lelijks over jou te zeggen. Ik vind prima dat Tonio zijn ouders zo gekend heeft. Pratend, kibbelend, maar zelden in ijselijke stilte. Heb jij nooit de behoefte om eens flink uit te janken? Als ik jou de tranen zie stromen, dan heb ik voornamelijk de behoefte je hevig te troosten. Ook al zijn er voor sommige bijkomende verschrikkingen geen woorden. Als er woorden op zijn, kunnen we elkaar gelukkig nog omhelzen. Ik hou van je. Maar wij blijven gelukkig in gesprek. Soms met harde woorden. Hij was een voorbeeld voor ons. Er is geen terug. Het is zo'n moment waarin tot je doordringt dat Tonio er niet meer is. Hij is niet dood. Ja, Jan. Hij is ontwaakt uit de droom die het leven is.
Wat doet u hier? Ik zit te wachten. Op wie? Op u. Wij hadden een afspraak. Wanneer? 2 uur geleden. Waarom heeft u die gewoon geklopt? Ik wou u niet storen. Waarom zou je een goed mens willen zijn? Omdat je geen slecht mens wil zijn. Waarom gaat u niet weg? Ik kan geen afscheid nemen. Is dat het? Je kunt iedereen ontlopen, behalve jezelf.